Goedemiddag, ik ben Kjell van der Giesem. Ik mag 3 dagen in de week lesgeven bij DC. Ik geef de vakken projectmanagement, integraal management en ik mag me bezighouden met NDD, oftewel nieuwe dingen. Kjell, jij bent wel een stoere vent hoor. Heb je nog meer hobby's? Ja, ik mag graag golf spelen. Oh. Omdat dat zoiets is als waar je heel veel plezier in kunt hebben zonder dat je er echt goed in hoeft te zijn. Wil je daarmee zeggen dat je er eigenlijk niet zo goed in bent dan? Dat is wel een heel legitieme antwoord, ja, inderdaad. Ik doe mijn best. Waarom denk je dat je genomineerd bent? Ik denk dat het 2 dingen zijn. 1 is de energie die ik probeer uit te stralen. De energie die ik aan de ene kant krijg van studenten en andersom weer probeer terug te geven. Mm-hmm. En het tweede is dat ik durf te stellen dat ik met hele actuele, reële voorbeelden uit de praktijk kom. Dat wat ik 's morgens heb beleefd in het bedrijfsleven, dat probeer ik 's middags in mijn lessen in te passen. Mijn droom zou het stiekem zijn dat over 15 jaar uit elke klas 1 student zegt, oh, die van de Gies die had voorkomen ongelijk. Hè? Of voorkomen gelijk. Het maakt me niet eens uit welke van de 2 uitkomt. Wat? Als het maar nog eens 1 keertje even terugdenken is van, die zei toen ooit eens een keer iets over dit onderwerp. Nou, dat is zo'n vage droom. Dat moet wel goed komen. Ik had heel lang de metafoor. Ik heb een steen verlegd in een rivier. Oh god. En ik hoop dat daarna de stroom in de rivier anders zal gaan. En laatst hoorde ik nog een veel mooiere tekst. Ik gooi een steen in een vijver en ik vertrouw volledig op de rimpels. Oké. Wat is dit? De prijsbeker. In al zijn glorie. Oké, dit is de victory bokaal. Helaas, pindakaas, je tijd is om. Oké, maar dan wil ik nog even 2 dingen benadrukken waarom ik degene ben die vanavond zou moeten winnen. Dat is in de eerste plaats omdat ik beter